Feit. Feit of fictie. Het is weer even tijd voor feit of fictie. En Lammert die gaat vandaag over het personeelstekort in de technieksector. Ja, er zijn natuurlijk overal personeelstekorten. We kunnen al niet eens meer 's avonds naar de Bijenkorf, hoorde ik net. Is dat zo? Ja, nee, er wordt gesloten, te weinig personeel. Maar dus ook inderdaad in de techniek. Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland zei erover in gesprek met nu.nl dat er zo weinig mensen vanuit het beroepsonderwijs instromen dat de hele energietransitie in gevaar komt. Nieuwe medewerkers in de installatiebranche zouden zelfs bij de hele niet meer vanuit het regulier onderwijs komen. Want 70% van hen is zij-instromer, zegt Terpstra. En dat noemt hij een verontrustend signaal. Het is niet erg dat we veel zij-instromers hebben, maar het is wel dramatisch dat er nog zo weinig mensen vanuit de techniek opleiden in het initieel onderwijs. De getallen voor dit jaar wijzen erop dat ongeveer 18.000 mensen vanuit de zij-instroom binnenkomen en nog maar 8.000 jongeren vanuit het initieel onderwijs. Ja. Dus het is dus belangrijk om ook nieuwe instroom te hebben, hoor ik. Ja. Lukt dat dan een beetje? Ja, we gaan inderdaad die 70% checken. Daar komen we zo op terug. Maar ik vroeg dat inderdaad aan de MBO-raad of dat ook echt lukt om nieuwe instroom te hebben. Of hoe belangrijk dat is. En volgens woordvoerder Marije Hulsbos-Siso heeft het te maken met de aantrekkelijkheid van het MBO. Wat je ziet is dat de maatschappij hoger nog altijd als beter ziet, waardoor jongeren liever doorstuderen het MBO niet zien als een volwaardig diploma waarmee je goud in handen hebt en waar je uitstekend mee op de arbeidsmarkt uit de voeten kan. Wat zonde. Ja. Dus een MBO-diploma, dat zou dus niet op waarde worden geschat. Maar is dat dan de enige reden waarom jongeren dan niet voor zo'n technische opleiding kiezen? Nee, volgens de MBO-raad zijn er nog meer redenen. We hebben te maken met krimp. Er worden simpelweg te weinig kinderen geboren of minder kinderen geboren. We hebben te maken met grote concurrentie tussen sectoren. Ja, die concurrentie zorgt er ook voor dat jongeren echt de keuze hebben om te kijken van, nou, wat wil ik later gaan doen? Ja, maar die jongeren zijn dus wel heel hard nodig voor de toekomst. Ja, absoluut, want de sector heeft nu al moeite met het vinden van voldoende personeel. En dat tekort wordt de komende jaren alleen maar groter. En dat heeft alles te maken met de hogere vraag door de klimaatdoelen van het kabinet, zegt Menno van Bentum van onderzoeksbureau Ecoris. Wij verwachten dat op basis van de huidige doelen van het kabinet voor CO2-reductie voor 2030, dat we dan zo'n 33.000 mensen extra nodig hebben om die doelen te behalen. Die moeten een hoop verschillende dingen gaan doen, dus die moeten in verschillende sectoren aan de slag. Ik kan bijvoorbeeld denken aan het installeren van zonnepanelen, het plaatsen van laadpalen, het bouwen van windparken. Ja, tuurlijk, daar hebben we wel mensen voor nodig. Maar ja, de techniekbranche zelf, wat doen die dan om aantrekkelijker te worden? Nou, daar hebben ze vanuit Techniek Nederland een heel actieplan voor bedacht. Zo moet het onderwijs meer gericht zijn op het behalen van deelcertificaten, zodat mensen al heel snel aan de slag kunnen. Maar de branche moet ook meer mensen aanspreken, zegt voorzitter Doekle Terpstra. Wij hebben ons in de afgelopen periode heel erg gericht op statushouders. Ik denk dat er geen sector is waar op dit moment zoveel statushouders rondlopen als in de installatietechniek. Natuurlijk richten we ons ook op vrouwen. Dat is een hardnekkig vraagstuk, omdat het alles te maken heeft met een verlopen imago, zou ik willen zeggen. Maar het is nog wel zit nog wel tussen de oren van mensen. Oké, dan even terug naar dat cijfer. Dat percentage wat dus uit het regulier onderwijs komt. Klopt dat? Dat hebben we even precies uitgezocht. De cijfers waar Techniek Nederland zich op baseert komen uit een rapport van onderzoeksinstituut KBA in opdracht van Wij Techniek. En daarin staat dat er in de installatiebranche dit jaar zo'n 25.000 mensen nodig zijn, waarvan maar 25% uit het onderwijs instroomt en de rest is dus zij-instromer. Oké, dus conclusie, maar 30% van de nieuwe mensen in een installatietechniek komt van een reguliere opleiding. Is dat feit of fictie? Ja, het scheelt dus een paar procentjes, maar de conclusie blijft overeind. Het overgrote deel van de nieuwe mensen in de installatietechniek is zij-instromer. En dat gebrek aan jonge aanwas kan voor de toekomst inderdaad problemen opleveren. Dus het is een feit. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.